foutje moet kunnen. Piet Pablo dacht dat, maar Sinterklaas, die was het meer dan zat. Pablo moest weg, Carlo moest mee. Ontslagen zijn ze met z'n twee. Dat de Sint ons eerst zag. Hij zei, ga je mee in een kamer met z'n twee. Carlo doet de was, strijker komt daarna pas. Want dat doet onze lieve Pablo. Was je heet, was je koud, waar de stof van houdt. Was je heet, was je koud, let op dat je goed gaat. Leren van de Sint links en die van Piet. Eerst doen het de hele dag, houd de school met de lach. Heb je de broeken al gestreken? Jazeker. Heb je de mantel al schoongemaakt? Was je heet, was je koud, waar de stof van houdt. Was je heet, was je koud, let op dat je goed gaat. Zeg Pablo, heb jij al gehoord over dat nieuwe Pietje? Nieuw Pietje? Ja, ik sprak Sinterklaas vanochtend en hij vertelde mij dat er een nieuw Pietje woont op het kasteel. Oh, leuk. Weer een nieuw vriendje of vriendinnetje. Is het eigenlijk een jongen of een meisje? Het is een meisje, Maaike heet ze. Piet Maaike. Oh. Maar is er eigenlijk wel ruimte en werk voor zo'n Pietje? Ik bedoel, eentje extra is nooit weg, maar het ging toch altijd goed zonder haar? Ja, daar zat ik ook aan te denken, maar Sinterklaas zal wel weten waar hij mee bezig is. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat eigenlijk zijn? Misschien is Maaike wel. Hoi. Hey. Hey jongens, ik ben Maaike. Piet Maaike, wie zijn jullie eigenlijk? Pablo is mijn beste vriend, vind dat hij de hoofdprijs verdient. Olé, olé, olé. En Carlo ook, ja die van mij, samen staan we zij aan zij. Olé, olé, olé. Wij zijn de was, Pieten. We kunnen erg van het wassen genieten. We zijn de was, Pieten. We halen vele grapjes uit, staan bekend als de deugnieten. Dus als ik het goed begrijp, kom ik naar jullie toe als mijn kleertjes vies zijn. Precies! Ja, nou, naar mij natuurlijk, hè. Ik bedoel, ik doe de was en wassen doe je eerst, dus kan je het beste naar mij toe komen. Ja, maar hij heeft het zo druk met het wassen en allemaal andere dingetjes, dus het is misschien beter om ze eerst bij mij af te geven. Bij jou? Want, ja, jij nee. Hebt het zo druk met wassen en allemaal nee. Andere dingetjes kijk, doen. Kijk, het moet dus naar mij toe. Ja, maar kijk, jij was van al die pieten. En die pieten maken alles vies. Ja, maar zij is toch ook gewoon een piet, dus ik was daar ook van. Het is allemaal zo gebeurd. Ik veel meer tijd dan jou. Nee, maar kijk, stel nou dat jij het laat vallen. Kijk, dat levert alleen maar meer werk op. Oké, jongens, ik snap het al. Een fijne dag verder. Kijk jij dat ook? Wat? Die geur natuurlijk. Kokpiet zal wel weer bezig zijn. Nee, Pablo, het is dichterbij. En het ruikt naar... vuur. Nou, je het zegt.
vuur. Pablo, je strijkijzer, de mantel! De mantel! Water, water. We moeten het aan Sinterklaas vertellen. Oh nee, hè. Sinterklaas gaat boos worden. Dit is al de derde keer dit jaar dat we bij hem op het matje moeten komen. Binnen. Dag Sinterklaas. Pablo en ik hebben een klein foutje gemaakt. En wat mag dat foutje dan wel niet zijn? Mijn beste mantel, Pablo, dit is al de derde dit jaar. Jullie zijn ontslagen. Ontslagen? Maar Sinterklaas, wie moet er dan voor de was en het vouwen? En wie moet er dan dat doen? En waar moeten wij dan naartoe? Mijn besluit staat vast. Ontslagen. Ontslagen, Pablo. We zijn nu gewoon geen Piet meer. Sorry, Carlo. Sorry. Ontslagen? Wie had dat nou verwacht? Ja, vind je het heel gek? 3 keer, Pablo. Je hebt 3 keer dezelfde fout gemaakt. Ja, dat kan toch gebeuren? Hoef je niet meteen zo boos te doen? Een foutje, dat kan iedereen wel eens maken. 1 foutje, ja. Maar dit zijn er 3. En het is wel mooi jouw schuld dat wij hier nu op straat staan. Sorry, Pablo, dat ik zo boos op je werd. Vrienden. Als Piet, zo word je geboren. Met 2 pietenogen en 2 pietenoren. Als Piet, zo word je geboren. Maar die titel zijn we nu verloren. Ontslagen door de Sint. Door een fout die we hebben gemaakt. Een straf die ik iets te zwaar vind. Omdat die ons leven kapot maakt. Als Piet, zo word je geboren. Met 2 pietenogen en 2 pietenoren. Als Piet, zo word je geboren. Maar die titel zijn we nu verloren. Verloren. Hey jongens, wat doen jullie allemaal hier? Waarom zijn jullie niet gewoon op het kasteel? Nou, we zijn ontslagen. Door Sinterklaas. Ontslagen? Door Sinterklaas? Maar zijn er nu geen Piet meer en wonen jullie niet meer op het kasteel? Precies. Maar wat doe jij hier dan? Nou, ik ben jullie gevolgd. Ik was benieuwd hoe jullie heen gingen. Maar wat is nu jullie plan? Geen idee. Tuurlijk wel, Carlo. We trekken de wijde wereld in, maken een wereldreis en we gaan de 7 wereldwonderen bezoeken. Pablo, denk eens na. Dat kost toch allemaal geld? En wij hebben toch helemaal geen geld? En jij weet zelf ook dat Sinterklaas het helemaal niet zonder ons kan. We gaan gewoon naar Nederland. Carlo, wat een goed idee. Dan gaan we onszelf bewijzen, zodat de Sint ons gaat missen. En we gewoon weer Piet mogen worden. Wow. Wij gaan naar Nederland. Maar Maaike dan? Nou, ik ga met jullie mee. Wow. Oké. Ik denk dat we de pakjesboot moeten nemen. Maaike, jij moet weten hoe laat hij gaat. Ja, dat heeft de Sint vanmorgen gezegd.
Volgens mij was het 2 uur. Nee, wacht. 3 uur, zei hij. Dan mogen we opschieten. Op naar Nederland! Wij gaan mee, we varen naar Nederland toe. Over zee, ver van hier, we maken veel plezier. We varen mee, op naar de zee. Over de golven en onder de zon, varen wij. Gezellig met alle fietsen aan boord, wij zijn blij. Ver van hier, we maken veel plezier. We varen mee. Over de zee. Wow, we gaan naar Nederland toe. Wow, weg uit Spanje. Wow, we gaan naar Nederland toe. Wow, naar appeltjes van Oranje. We zijn de eerste dit jaar. Wat is dat daar? We hebben de boot gemist, Pablo. Ze zijn al vertrokken. Misschien was het dan toch 2 uur? Nou, dan maar niet naar Nederland. Ik heb een idee. Gaat er iemand naar Nederland toe? Nederland! Gaat er iemand naar Nederland toe? Zuid-Holland, toe? Hallo, Zeeland, Den Haag, kan iemand ons een lift naar Nederland aanbieden? Meneer, gaat u naar Nederland toe? Kom op, gaat er wel iemand naar Nederland? Gaat er niemand die kant op? Helemaal niemand, helemaal niemand! Ja, meneer, wij zijn Pablo, Maaike en Carlo en wij willen naar Nederland. Gaat u misschien die kant op? Nederland? Ja, Holland. Holland, ah. Oh jongens, uit goed vast. Wow. We gaan naar Nederland. Dankjewel, hè. Dankjewel, dank meneer. Wat gaan we nu doen? Nou, ik ga terug naar het kasteel. Sinterklaas heeft al lang genoeg om me staan wachten. Ga je ons verlaten dan? En wij dan? Nou ja, dat zal toch wel moeten? Ik wil toch niet ook ontslagen worden? En jullie? Ja. Jullie zouden werk moeten gaan zoeken. En een slaapplaats. Een slaapplaats, Pablo? Wij moeten een slaapplaats gaan zoeken! Ja, maar... waar vinden we een slaapplaats? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Oké, jongens, ik weet het goed gemaakt. Ik blijf al bij jullie tot jullie een slaapplaats gevonden hebben. Wij zijn vanuit Spanje gekomen, maar waar kunnen wij nu wonen? Heeft u misschien soms plek of vindt u deze vraag wat gek? Waar kunnen wij wonen? In een hutje of onder de bomen? Waar kunnen wij wonen? Wij zijn wel uit Spanje gekomen. Meneer. Ik, Pablo en mijn vriend Carlo zoeken een plek om te overnachten. Maar we hebben helaas geen geld.
Nou, ik denk dat ik nog wel een plekje heb voor jullie. Carlo, Maaike, ik heb hier iets gevonden. Deze meneer heeft misschien wel een plekje voor ons. En dat is niet zomaar een plekje, maar dat is een heel bijzonder plekje. Nou, jongens, volgens mij hebben we de slaapplek wel gevonden. Ik ga er vandoor. Maar Maaike, je kan toch gewoon nog bij ons blijven? Nee, ik ga echt. Sinterklaas heeft wel lang genoeg op me staan wachten. Ja, zo is wel weer genoeg, hè? Doei jongens, tot snel! Doei. Moesten jullie een slaapplek hebben, of hoe zit dat? Ja, graag meneer. Oké, kom maar hier dan. Zo, dit is het dan. Welterusten. Dank u wel, meneer. Welterusten. Carlo. Ik ben bang. Er is er helemaal niemand, Pablo. En spoken bestaan niet. Dus niks om je zorgen over te maken. Sorry, liet even wat vallen. Zie je wel. Schijn eens even niet zo in mijn giegel. Oh, sorry mevrouw. Ik had u niet gezien. Laat me nu maar weer slapen. Welterusten. Welterusten. Carlo, het is al licht buiten. Wakker worden, hè? Pablo, ik denk dat wij maar eens moeten gaan werken. Werken? Hoezo? Nou, kijk, nu we geen Piet meer zijn, hebben we ook geen geld. En geen geld is geen eten. Geen eten. Carlo, wij gaan werken. Kijk, je moet nog wel eerst bedenken waar je wilt werken. En of daar wel plek is. Nou, ik word bakker. En jij? Ik word ober. In een chic restaurant. Broodjes kneden naar deeg is wat mijn werk nu is. Serveren in een chic restaurant, dat is zeker niet meer. Dit broodje is klaar, zal ik er nog een doen? U wilt een glas wijn, neemt u dan voor mij ook nog poen? Zal ik er ook nog een koekje bij doen? Oh sorry hoor, dat deed ik heus niet expres. Een foutje kan, dit was toch een wijze les. Wow, oh, oh, werken, werken. Laat niet merken dat ik moe aan het worden ben. Werken, werken. Laat niet merken dat ik de regels nog lang niet ken. Hey, hey Carlo, ging het op je werk? Ja, goed. En bij jou? Ja,
ook wel goed. Echt? Nee, Carlo, het was werkelijk een ramp. Ik moest telkens hoesten van al dat meel. En ik heb alle koekjes gebroken. Bij mij ging het eigenlijk ook niet zo goed, Pablo. Ik heb het dienblad vol met het glazen laten vallen en... Ik ben ontslagen! Jij ook? We hebben weer geen werk. Oh, nee, hè. En geen werk is geen geld. En geen geld is geen eten. Ik weet het ook allemaal. Ik weet het niet meer. Zo. Die zit dicht. Twee pieten en de waarzegster. Het is mijn geluksdag vandaag. Wat gebeurt er? Sst. Morgen kom je ze halen. In de ochtend dat maar doen. Morgen vroeg. Lijkt me prima. De prijs hadden we toch al afgesproken? Pablo, we worden ergens naartoe gebracht. En ik heb geen idee waar. Ik voel dat dit goed fout zit. Dadelijk kunnen we geen Piet meer zijn. En worden we verkocht op de markt. Of erger, stukjes vlees in de supermarkt. Ik heb een idee. We moeten samenwerken met de waarzegster. Mevrouw, heeft u het al gehoord? Gehoord? Wat gehoord? Ik ben zo dof als een beer. De boer. Hij wil ons opeten of verkopen. Eén van de twee. Ja, het is in ieder geval niet goed. Dus ik dacht, laten we samenwerken om proberen hier weg te komen. Wat kan mij dat verrotten? Ik ga toch al bijna dood. Samenwerken? Bah! Ik hou helemaal niet van samenwerken. Ik kijk in mijn bol naar de toekomst. Niks meer, niks minder. Oh, in de toekomst kijken. Nee, Pablo, we moeten nu even bij de zaken blijven. Nee, Carlo. Deze vrouw kan voor ons misschien kijken welk beroep bij ons past. Even kijken, momentje. Oh ja, ik zie het al. Jullie gaan optreden. Op een podium. Met jullie eigen liedjes. En jullie zijn met z'n drieën. Wij, we worden een pietenband. Waar je als fan keihard achteraan rent. Wij, we worden een pietenband. Met muziek die straks iedereen kent. Wij, we worden een pietenband. Waar je als fan keihard achteraan rent. Wij, we worden een pietenband. Met muziek die straks iedereen kent. Met z'n drieën. Twee jongens en één meisje. Maaike! Maaike? Maaike kan ons hier weghalen. Ik bel Maaike. Oké, samen. Hallo, Maaike? Hey, jongens. Hey, Maaike, we hebben een probleem. Je moet ons helpen. Weet je wel die boerderij? De boer, die heeft ons daar nu opgesloten. Ja, die ene boer. Morgen worden we ergens naartoe gebracht en ik heb geen idee waar. Kan jij ons helpen? Oh nee, wat erg. Let goed op jezelf. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Dit is het moment. Mijn pietvrienden hebben mijn hulp nodig. Een heldendaad ligt voor mijn voeten. Ik bereid me voor. Ik focus me. En dan red ik hem van de dood. Ik ben een redder. Een redder in nood. Ben onderweg. Twee pieten te bevrijden. Van de enge boer. Die is in het misleiden. Ik ben wel een beetje bang. De tijd gaat traag, die duurt zo lang. Hopelijk hoort iemand mijn gezang. Ik ben de redder in nood. Ga heldendaad verrichten. Ik doe het zo graag.
zijn het soms toch mijn plichten. Ik ben er nu helemaal klaar voor. We hebben elkaar als wat ik ooit voor. Dus trap me nu maar heel hard door. Maaike? Ja, Carlo, Pablo, kom snel, hij is er nu even niet. Mevrouw de Waar zegt ze, moet u ook niet mee? Nee, ik blijf wel even hier. Ik moet toch een keer dood? Bedankt voor het in de toekomst kijken nog, hè. Renner, kom sneller. Hé, hey, jullie daar, waar gaan jullie naartoe? Dat was op het nippertje. En moeten jullie niet wat zeggen? Dankjewel, Maaike. En Pablo? Dankjewel, Maaike, dat je ons gered hebt. Zo mag ik het horen. Trouwens, Maaike, nu we hier toch spreken, weet je wat de waarzegster zei? Waarzegster? Ja, in de kelder wordt ook nog een waarzegster. Ja, en ze zei dus dat ze ons zag optreden. Met z'n drieën. We moeten gewoon onze eigen band beginnen. Wat een goed idee. Hoe klinkt dit? De Pietensoap Live. Wow, vet zeg. Hier gaan jullie meer van horen. Ja, ja, de Pietensoap Live is er helemaal klaar voor. Ja, jongens, wij kunnen dit. Ja, jullie zocht ik. Ik vind dat nummer van jullie zo ontzettend fijn. En die dansje ziet er ook zo leuk uit. Ik snap niet dat jullie deze man nou zo gemeen vinden. Gemeen? Nou begrijp ik er helemaal niets meer van. Eerst vragen jullie of jullie kunnen slapen en dan zijn jullie ineens weg. En nu vinden jullie mij gemeen? Maar u ging ons toch opeten? Of verkopen? Opeten? Verkopen? Doe even normaal, joh. Hoe komen jullie bij zulke onzin? U zei tegen een man dat hij ons morgenochtend op kon komen halen. Jullie? Nee hoor, dat ging over die spullen, sufferts. Spullen? Ja, die liggen er niet voor niks. Die verkoop ik iedere week. Nou, volgens mij ben ik dit wel duidelijkheid in het verhaal. Sorry meneer, ik denk dat wij het een beetje verkeerd hebben opgevat. Ja, denk ik ook. Nou ja, geeft niet. Maar jullie moeten wel goed maken. Goed maken? Hoe dan? Weet je, jullie kunnen een geweldig feest geven. Met als hoofdact een optreden van de Pietensoap Live. In mijn kelder. Wauw, wat vet! Zo, echt te gek! Mooi. Nou, het is al best wat laat geworden. Dus ik denk dat jullie straks wel naar bed moeten. Net als ik trouwens. Jullie kunnen gewoon de kelder in, hoor. En dan morgen... Morgen is het showtime. Pablo. Hè? Je vindt mij te leuk, hè? Leuk? Hoe bedoel je leuk? Je bent verliefd, Pablo. En jij dan? Vind jij haar niet leuk? Ja, ik ook. Ik snap mijn gevoel niet meer. Mijn hartje dat bonst keer
keer. Telkens als ik haar aankijk. Ze is zo mooi, haar ogen, haar lach. Met die lieve stem zegt ze mij gedag. Ik denk dat ik verliefd ben. Pieten liefde, Pieten liefde, Pieten liefde, Pieten liefde. Waar is Maaike? Oh. Daar ligt een briefje. Ben weg, zo terug. Kusje, Maaike. Wat is ze doen? Dat staat er niet bij. Als het maar goed met haar gaat, hè? Ja, ik denk het. Zeg, Carlo. Ik droomde dat we weer Piet waren. Oké. Okay. Ik mis Piet en Carlo. Ik ook Pablo. En ik mis Sinterklaas. Waar blijft Maaike nou? Ze had al lang hier moeten zijn. Of een half uur begint al ons optreden. Ja, en waar zal ze eigenlijk geweest zijn? Ik heb werkelijk geen idee, Carlo. Ja, ik bedoel, het zal wel goed zijn. Ik bedoel, ik denk dat Maaike zelf ook al weet dat ze op tijd moet komen. Ze weet hoe belangrijk dit voor ons is. Kijk, daar is ze! Optreden. Dank u wel, Sinterklaas. Sinterklaas? Dat ik jullie ontslagen heb. Wat een fout. Zo goed dat jullie naar Nederland zijn gekomen om op te treden. Dank u wel, Sinterklaas. Het was echt een hele tocht. En we hebben in Nederland ook heel veel avonturen beleefd. Carlo, Pablo, jullie mogen weer mijn Piet zijn. Deze keer niet als waspieten, maar als showpieten. Klaas. Om de Pietensoap live voor te kunnen zetten. Wow, Sinterklaas, te gek! Maar Sinterklaas, hoe wist u er eigenlijk van? Dat is een heel lang verhaal. Maaike, Pablo en ik willen je iets vragen. Ja, we vroegen ons af, vind je misschien een van ons twee leuk? Hoe bedoel je, leuk? Dat je verliefd bent op Pablo of op mij. Oh. Die leuk. Nou, ik vind jullie allebei even leuk. Oh, oké. Dan weten we dat ook weer. Nou, kom jongens, we gaan feesten.